Het is de VLD die uw kiezers moet verdedigen, maar hoor ik Patrick de Waal zeggen. Het is een opeenstapeling van groteskheden die meneer de Waal hier zegt. Eén. Ik heb niet gezegd dat men niets gewijzigd heeft aan de nota di rupo. Ik heb alleen gezegd het onevenwicht dat erin zat van een overaanbod van nieuwe inkomsten tegenover besparingen, dat is niet gewijzigd. Die balans blijft hetzelfde. Men heeft van een heel slechte nota een heel slechte nota kunnen maken. Exact wat wij voorspeld hadden. Ten tweede, in het Vlaams parlement. Wat hebben wij gezegd in het Vlaams parlement? Lees erop na de tussenkomst van meneer De Wever in het Vlaams parlement. Die heeft identiek dezelfde kritiek op de staatshervorming gegeven als ik in de Kamer. Identiek hetzelfde. Wij hebben daarna gezegd, wij zijn absoluut niet akkoord met die staatshervorming. Nee. En wat heeft meneer Peters daarna gezegd in zijn regering? Er is hier een partij die niet akkoord is met de zaak. Alleen, meneer De Waal, wat wij niet hebben willen doen, hè, dat is de Vlamingen over te leveren aan diezelfde coalitie die federaal een slechte staatshervorming gaf. Okay. En de Vlaamse regering die goed werk leeft, die een budget in evenwicht in 2011 en 2012, om die nu ook nog in de prak te rijden. Dat hebben we niet willen doen.